Om tijdens de wintermaanden toch actief te blijven, wijken de mannenhockeyers van Almeerse deze periode uit naar de zaal. Ook daarin spelen Almeerders op het hoogste niveau. Zaterdag wonnen de hockeyers met 9-2 van Cartouche, maar werd tevens met 3-5 verloren van de Reigers. We zijn als eerste naar de hoofdklasse zaal gepromoveerd een aantal jaar terug. En van oudsher vinden we het gewoon heel leuk om in de zaal toch serieus stappen te maken. En een aantal dingen mee te nemen naar het veld. En ik denk dat we vandaag een aantal goede stappen hebben gezet. Ja, nou heb ik soms als ik naar veldhockey kijk, heb ik al zoiets van die keeper die moet sowieso een klein beetje knettergek zijn. Want dan ben je al schietschijf. Dat lijkt me hier in de zaal helemaal zo. Ah, iets minder eigenlijk. Je bent iets meer betrokken bij het spel. Dus waar je op het veld heel reactief bent, kun je hier iets meer met inbrengen. En toch door goed coachen bepalen waar die bal gaat komen. En is je aandeel daarmee wat groter. Ja. Dus betekent dat ook dat jij dit leuker vindt? Maar dat is meer een persoonlijk dingetje. Ik vind de tactiek daarachter heel leuk. En daar ben ik altijd wel mee bezig geweest. Dus ja, maar wil niet zeggen dat ik het veld niet onaardig vind. Nee, want jij speelt ook in het Nederlands zaalteam, toch? Nee, niet meer. Ik heb afgelopen vrijdag gekozen van de bondscoach dat ik niet tot de beste drie behoor. En daarmee is het klaar. Is dat teleurstelling? Ja, enorm. Ik heb een aantal jaar geïnvesteerd om daar te komen. En dit jaar moest het wel gaan gebeuren. Helaas heeft hij een andere visie dan. Doelman Jurie Beck behoort helaas dus niet tot de uitverkorenen om de komende weken toe te werken met het Nederlands zaalhockeyteam naar het EK in Turkije. Zijn teamgenoot bij de Almeerse, Daan Dekker, behoort nog wel tot de selectie. We hebben er al wat trainingdagen op zitten. Heel wat. Het zijn veel ochtenden en het zijn veel minuten, veel uren maken. En dat is zwaar. We zijn nu 3 weken volgens mij bezig. We hebben nu een weekje vrij. Straks in Venlo hebben we 2 wedstrijden tegen Duitse hoofdklasseteams. En dan gaan wij 15 februari volgens mij richting Turkije. Dus we hebben al een korte, maar krachtige voorbereiding gehad met veel, veel uren. Dus ik hoop dat dat zich hier laat zien in het spel. Het EK in Turkije vindt half februari plaats in Alanya.